Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De Curaçaose LGBT-gemeenschap, wat staat voor lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders, heeft gisteren een open brief aan bisschop Louis Secco gestuurd. Secco was vorige week aanwezig op het Wilhelminaplein bij de demonstratie tegen de installatie van het homohuwelijk. In de brief wordt de bisschop voorgesteld om nu ook aanwezig te zijn op de Gay Pride, die wordt in december van dit jaar gehouden. Op die manier kan de bisschop de pijn compenseren die de Curaçaose LGBT-gemeenschap is aangedaan. Dat zegt Mario Kleinmoedig namens de organisaties FOCO en Igualdad Curaçao. Hij vraagt de bisschop de Pride te verblijden met een even enthousiaste aanwezigheid als bij de manifestatie van vorige week. De vier verdachten in de zogenaamde Lacerta-zaak zijn gistermiddag onder strikte voorwaarden door de rechtercommissaris op vrije voeten gesteld. Alle vier de mannen zijn voormalige werknemers van Refineria di Curaçao. Ze worden ervan verdacht steekpenningen te hebben gevraagd van een bedrijf tijdens onderhandelingen voor een nieuwe strategische partner voor de raffinaderij. De vier mochten gisteren naar huis, maar ze mogen Curaçao niet verlaten en ook geen contact met elkaar hebben. Ik heb gisteren twee mannen opgepakt in Corraspecht. Ze werden aangehouden in een auto waarbij ze een drone in hun bezit hadden en verschillende hoeveelheden drugs. Daarna zijn er huiszoekingen verricht bij de mannen thuis en daar werd meer drugs gevonden en ook kogels en een wapen. De zaak is verder in onderzoek. Er zullen in september en oktober minder toeristen naar Curaçao kunnen komen. Dat heeft er allemaal mee te maken dat verschillende luchtvaartmaatschappijen ofwel minder vliegen in die periode ofwel met kleinere vliegtuigen. Eerder werd al bekend dat American Airlines minder gaat vliegen in september en oktober. Onder meer wordt er dan niet meer rechtstreeks gevlogen tussen Charlotte en Curaçao. Maar ook Avianca die vermindert het aantal vluchten per week. Copa zal met kleinere vliegtuigen gaan vliegen. En zo zijn er meer voorbeelden van luchtvaartmaatschappijen die juist in die periode minder toeristen naar Curaçao zullen brengen. Curaçaose honkballers doen het goed deze periode. In Rotterdam wordt een World Port Tournament gehouden en daar heeft Curaçao met 20-2 van Amerika gewonnen. Tijdens het Little League Caribbean 2019 toernooi hier op Curaçao zijn in beide pools Curaçao geëindigd op de eerste plaats. Zowel Curaçao Pabau als Paribas hebben alles gewonnen wat er maar te winnen viel. Terwijl op Curaçao onlangs bekend werd gemaakt dat de werkeloosheid boven de 20% is gestegen, maakte de Arubaanse minister-president Evelyn Weaver-Cruz deze week bekend dat het werkeloosheidspercentage op Aruba is gedaald van bijna 9 naar iets meer dan 7%. Ook op het gebied van de jeugdwerkeloosheid is het verschil aanzienlijk. Op Curaçao is bijna 30% van de jeugd zonder baan. Op Aruba ligt het net boven de 16%. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.